Een kleine 25 jaar geleden stond de voetbalafdeling van HBS er iets minder florissant voor dan nu. Dit zijn beelden van een wedstrijd tussen HBS en Konvliet uit 1992. Uiteraard werd er wel degelijk iets gewonnen door HBS. Deze wedstrijd leverde een 5-2 overwinning op. U ziet twee fraaie doelpunten. Deze van de helaas veel te vroeg overleden Marco Bukker. In de tweede helft zien we een piepjonge Marcel Leeksma aan het werk. In een wedstrijd waarin Konvliet vrij weinig te vertellen had, slaat Leeksma toe in de slotfase van de tweede helft. Ondanks deze fraaie treffer van Leeksma en de 5-2 overwinning zat de topklassering er niet in. HBS werd derde, speelde wel na competitie, maar zou niet promoveren.